Welkom bij deze nieuwe aflevering van TVL Sport Arena op donderdag, waarin we op bezoek komen bij de vier Limburgse profclubs. We beginnen bij Roda en VVV, die komende zondag tegenover elkaar staan. Roda's nieuwe trainer Ruud Brood had zich de start van het seizoen wel anders voorgesteld. Met 4 punten uit 7 duels staat Roda stevig in de degradatiezone. Roda's laatste wedstrijd tegen FC Groningen staat misschien wel symbool voor het seizoen tot nu toe. Roda deed goed mee, kwam tot 2 keer toe terug van een achterstand, maar ging in de allerlaatste seconde alsnog onderuit. Dat heeft wel doorgetikt, zeker de dag daarna. Zo werkt dat, zeker gelijk na de wedstrijd. Want ja, mij is het ook nog nooit echt overkomen en de rest ook niet, dat je echt in de laatste seconde verliest. En die jongens hadden echt meer verdiend, dus dat is heel vervelend. Maar nogmaals, je moet snel schakelen naar de komende wedstrijd. Nou, je hebt gezien, ze zijn weer ontzettend gedreven aan het trainen. En ja, trachten we natuurlijk ons goed voor te bereiden op de aankomende wedstrijd. Ja, en u mist dan een aantal personen, hè? Ja, dat is al dat is duidelijk. Ja, en dan hopen we dat er een aantal terugkomen. Maar ja, goed. 11 kan je erop stellen, zeg maar, meestal. Maar ja, bij een aantal is het langdurig. Anderen verwachten dat eerder terug. Ja. Want door diverse blessures en de schorsing van Kadar is de spoeling dun geworden. Heel dun. Tegen Groningen zaten 3 jeugdspelers op de bank. Het siert Brood dat er niet te lang bij stil wil staan. Ja, klopt. We hebben 3 jongens van het tweede meegenomen. Maar goed, dat wisten we al. Ik zeg al, we kunnen elke week praten over de grootte van de selectie. Ik denk dat we daaruit moeten leren, om het maar zo te zeggen, dat je dit soort situaties op kan vangen. Zeker als je voor het eerst met een tweede begint. Maar nogmaals, we kijken naar VVV, willen ons zo goed mogelijk voorbereiden. En ja, als je deze groep hebt, dan moet je daar ook mee doen. Ja, en is Roda sterker dan VVV op dit moment? Ik zou het niet weten, we hebben nog niet tegen elkaar gespeeld. Maar hoe schat u VVV in? Ja, weet ik niet. Wisselvallig, net als wij. Roda JC heeft maar 1 puntje meer dan Rode Lantaarn VVV Venlo. En dat maakt de derby van komende zondag extra pikant. Nee, ja, goed, niet te veel naar VVV kijken. Want ik denk dat zij, net als wij, dat je van elkaar wel alles weet. Het gaat uiteindelijk om, je speelt thuis, dat je er alles aan moet doen om die wedstrijd tot een goed eind te brengen. En ja, derbies kunnen nog eens op en neer gaan, heet het dan. Ja, ja, prima toch. Dus de ambiance is prima. Vandaar ook dat we wat anders hebben getraind. Ja, we zullen ons zo goed mogelijk voorbereiden. VVV wacht nog altijd op de eerste overwinning, maar van paniek is totaal geen sprake in Venlo. Trainer Ton Lokhoff heeft alle vertrouwen in zijn groep, die op de valreep nog even 5 versterkingen kreeg. Alleen moeten die wel nog even ingepast worden. De tijd krijgen we niet en dat zo werkt in de voetballerij, want iedere week staat er een examen en een wedstrijd voor de deur. Dan moet je punten halen. Nou oké, okay, dat lukt. Alleen gelijke spelen, dat schiet niet echt op. Elke keer 1 punt. Dus je moet op zoek naar een eerste overwinning. En nou, dat gaat ook gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Alleen ja, soms wil je dingen sneller als dat ze daadwerkelijk kunnen. En dat vragen de mensen ook. Dus je pot, en dat snap ik wel. Alleen ja, ik ben met een ploeg bezig. Met een proces te maken van spelers die elkaar net kennen. En uiteindelijk blijven onze doelstellingen hetzelfde. Eind van de rit willen wij gewoon in de Eredivisie blijven. En ik heb daar zeer zeker, ondanks dat we misschien moeizaam gestart zijn, maar een heel goed gevoel over met deze groep. Van de spelers die zijn aangetrokken hebben de meeste al de nodige Eredivisie ervaring. En die is ook nodig. Bleek vorige week wel wie de ploeg van Lokhoff geleague speelde en uiteindelijk ook verloren door penalties tegen eerste divisionist Go Ahead Eagles. Vaak heb je net een paar kleine dingen nodig en dan kan je ineens 2 of 3 of volgens zelfs 4 keer achter elkaar winnen en dan schiet je ineens een stuk omhoog op de ranglijst. Dus we moeten, hoe moeilijk het ook is vaak, we moeten ook geduld hebben. We moeten aan het Elsa blijven sleutelen. Daar zijn we iedere dag mee bezig. En ik ben ervan overtuigd dat we een voldoende kwaliteit hebben. En dan speelt VVV Zotterlicht de derby tegen Roda. En al is het voor Lokhoff niks speciaals, de trainer begreep maar al te goed dat ieder punt uit Meikump uit Kerkrooi dubbel telt voor de supporters. Zeker door beide ploegen zo dicht bij elkaar staan. Ik ben er heel nuchter onder en mijn vraag is altijd als we tegen NAC spelen. En hier is van Roda en ik weet dat je tegen Roda ook niet meer dan 3 punten kunt verdienen. Dus wat dat betreft, ik vind gewoon als sportman zijn het toch hele mooie wedstrijden. Daar moet je als speler toch van genieten, daar moet je toch naartoe leven. Dat geldt ook voor supporters, Roda VVV, VVV Roda of wat dan ook. Dus wat dat betreft, maar nogmaals, voor mij is het een gewone wedstrijd waar ik graag 3 punten wil verdienen. SMC Slopen, zo ze denken dat er een van de new kids is, uit Maaskantje.
Maar het tegenovergestelde is waar. Nathan Rutjes is een sympathieke, zeer nette en toegankelijke Rotterdammer. Rutjes heeft het hartstikke naar zijn zin in Maastricht. Deze week is zijn eerste kind al geboren. Hij kwam deze zomer over van Sparta. De club wordt zijn hele leven weer actief voor. Nou ja, goed, ik had nog een contract voor een jaar bij Sparta. En ja, NVV had me benaderd of ik misschien interesse had om hier te komen. En nou ja, goed, vooral in deze tijd een beetje niet zomaar een contract. Maar de voorwaarden die ze hier neerleggen om, ja, om er iets moois van te maken waren dusdanig dat ik enorm geïnteresseerd was. Ja, wat sprak je dan aan NVV? Nou ja, gewoon natuurlijk op sportief gebied willen ze stappen maken. Dus dat is natuurlijk prioriteit nummer 1. En na 8 jaar Sparta was het voor mij misschien ook wel eens goed om mijn vleugels uit te slaan. En ik denk dat deze club enorm goed bij me past. In het veld en ook buiten het veld. En Rutjes is niet alleen door zijn kapsel opvallend. Tijdens de trainingen heeft hij het hoogste woord. Het is een echte lolboek in de groep. Maar de boetespeler is in de eerste plaats een erg goede voetballer, benadrukt René Trost. Ja, goed. Dan moet je natuurlijk ook kijken binnen het team. We hebben bepaalde ideeën over voor jongens die ze willen hebben. Maar soms had ze ook eens een ander kleurtje nodig. En Nathan is wellicht dat ander kleurtje. Alleen bij Nathan is het zo. Als Nathan privé en op het veld is 180 graden verschil. Want privé is het gewoon een hele nette, fijne, zeer correcte jong. Ik heb zelden zo'n correcte mensen meegemaakt. Wie hij met zijn vriendin. En op het veld is het, ja, dan moest hem soms wel eens in toom houden, want dat wil toch wel eens te ver gaan. Maar goed, dat is prima. Hij is een iets ander kleurtje, gooit er ook een beetje Rotterdamse braniehoed. Wat er voor Limburg ook wel eens nodig is. Dat is een ideale combinatie. Jawel, jawel. Kijk, als ze serieus moeten, dan ben ik gewoon serieus. Maar ik ben natuurlijk ook wel een klein baddrafje, heb ik geleerd. Nee, maar ik vind het leuk om een beetje de sfeer erin te houden. Klopt. Ja. Sfeer is toch wel erg belangrijk voor Rutjes. Zo gaf een telefoontje van Trost deze zomer de doorslag om naar Maastricht te gaan. Toen ik in onderhandeling was met de NBV was de trainer op vakantie. En nou ja, goed. Dat sprak me dus ook enorm aan. Hij belde me vanuit zijn vakantieadres of alles goed geregeld was of alles ging zoals het moest lopen. En dat vond ik dusdanig attent. Dus dat zijn ook hele kleine dingetjes die ook die keuzes bepalen. De trainer op zijn beurt is erg blij met de felle middenvelder, want hij geeft zijn ploeg wat extra pit. En dat er dan waarschijnlijk af en toe een kaartje zal pakken, ach, het zij zo. Voor de Batteraaf zelf is de stap naar een nieuwe omgeving groot, maar hij wil zich al erg toe in het Maastrichtse. Nederland is natuurlijk ook geen Spanje of geen Engeland, hè, dus ik hoef het niet aan te vliegen. Zeg maar. Dus als ik terug naar Rotterdam wil, dan is dat 2 uurtjes en dat is prima te doen. Ik ben nu ook al 3 keer terug geweest. Maar goed, maar 3 keer, zeg maar. Dus dat geeft wel aan dat ik het hier enorm naar mijn zin heb. Fortuna wordt deze zomer gewezen op een jonge keeper die zijn conditie op peil hield bij SV Meersen. De link tussen Meersen en Fortuna is natuurlijk snel gelaagd met onder andere Roel Koumans als assistent-trainer. Na een paar wedstrijden kreeg Ferhat Kaya een contract aangeboden. De Belgische keeper van Turkse komaf speelde onder andere in de jeugd van PSV en in Turkije bij Gaziantepspor. Maar dat was geen succes. Die clubs waar ik gespeeld heb, ja, zijn natuurlijk ook niet de minste. Maar ja, in het begin heb je natuurlijk wel zoiets van, ik ga voor een grote club om eventueel daar ja, door te breken en een wedstrijd te spelen. Maar dan zie je achteraf natuurlijk wel dat het iets moeilijker is altijd. Dus oké, vandaar op latere leeftijd kom je natuurlijk wel achter. En ja, het voornaamste voor mij is gewoon wedstrijden spelen. Dus het maakt niet uit waar of weet ik veel wat. Dus het is gewoon voor mij belangrijk dat ik mijn wedstrijden speel. En dat ik gewoon in die wedstrijden kan laten zien wat ik in huis heb. En ja, om dan eventueel toch nog die stap hoger op te maken. Dus. Kaya is pas 26 uur, dus hij heeft nog tijd zat om te groeien als keeper. Bij zijn laatste club, FC Antwerp, leverde hij zijn contract in toen hij geen basisspeler was. Dus ik had eigenlijk voor mezelf gewoon even mijn rust nodig. Dus even een stapje terug uit de voetbalwereld, want het was mij eigenlijk allemaal een beetje te veel geworden. Ik bedoel, voetbal draait voor mij natuurlijk om het aangenaam, omdat ik het leuk vind hoe ik het. En ik heb gewoon hartstikke veel plezier als ik op het veld sta. En op het moment dat ik dat niet uitstraal, hoeft het voor mij even niet meer. Dus ik heb even mijn hoofd helemaal leeg gemaakt. En ja, ik hield gewoon puur mijn conditie op peil bij Meersen. Kaya kan dan alleen maar beter weer door wedstrijden te spelen. En dat duiten bij Fortuna Sittard.
Ja, het is gewoon een hartstikke mooie club. Ik bedoel, de supporters alleen al. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Die mensen steunen je gewoon overal door. Gaat het nou goed, gaat het iets minder. Uitwedstrijden zijn ze ook altijd aanwezig en horen ze altijd. Dus vind ik hartstikke top. En de club zelf, kijk, ik zeg altijd, alles staat klaar. Ik bedoel, het enige wat jij moet doen is gewoon op veld gaan trainen. Hartstikke, gewoon keihard trainen en gewoon op veld laten zien. En gewoon ja, voor je club strijden en spelen voor wat je waar bent. Dus voor de rest hoef je niks te doen. Geen zorgen maken, alles is goed geregeld. Dus ik vind het gewoon hartstikke mooi hier. En hoe is het om dan eindelijk de eerste keeper te zijn? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik zeg het, als ik op veld kom, dan is gewoon eigenlijk mijn hele wereld, mijn leven die open gaat voor mij. Dus dat is gewoon het mooiste wat er is. Dus daarom dat ik, als ik op het veld sta, dat ik gewoon ook alles geef. En dat ik gewoon altijd ook op mijn best ben, omdat ik me gewoon thuis voel.